Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe vlog van Roba Racing. De vorige keer heb ik gehad over mijn kartwedstrijd op kartcircuit de Landsaat in Eindhoven. Deze keer ga ik het hebben over mijn laatst verreden raceweekend in Spa-Francorchamps. Namelijk de derde ronde voor het Nederlands kampioenschap karting. Laten we eerst eens naar de baan gaan kijken, want iedereen kent Spa-Francorchamps natuurlijk van het Formule 1 circuit, Eau Rouge, etc. Maar niet veel mensen weten dat er ook een kartbaan in ligt waar ook serieuze kartwedstrijden worden gehouden. Ik heb hier een paar mooie beelden van bovenaf. Het is een compact baantje. Ik vind het een leuk circuit. Het is een snel baantje. Er zit een goede flow in. Er zijn eigenlijk twee bochten die flow een beetje opbreken. Dat is in het midden een krappe hairpin naar links. Die is heel krap. En aan het eind van het circuit hebben ze een chicane gemaakt. Die zie je hier ook links onderin. Met ontzettend hoge curbstones. Nou is die chicane op zich wel leuk. Alleen door de hoogte van de curbstones breekt het de flow een beetje op. Hier zie je wat meer beelden van het circuit. Van wat dichterbij. Dit is dus de beruchte chicane. Vroeger gingen we hier eigenlijk rechtdoor en meteen rechtsaf het start-finish circuit op. Maar dat is al ruim 10 jaar geleden. Dat is de laatste keer dat ik op deze baan heb gereden. Dus 10 jaar niet geweest. Met een andere kart, andere banden, andere motor. Dus ik had veel werk te verrichten in de trainingen, want ik had geen tijd gevonden om voorafgaand aan de wedstrijd te trainen. Nou, ik heb deze keer ook wat beelden gemaakt van de paddock, dus je kan meezien wat er achter de schermen een beetje afspeelt op het kartcircuit. Ieder team heeft wel een tent uitgerust met bus of oplegger, afhankelijk van de grootte van het team. Je zou zeggen, van, nou, het is toch aardig vol, maar in werkelijkheid was het helemaal niet vol bak. Deelnemers valt veel tegen, bij bijna iedere klasse eigenlijk. Bij mijn klasse waren er 13 deelnemers, dat is wat minder dan de vorige keer, dus dat is jammer. Misschien iets waar de organisatie over na moet denken, waarom er deze keer veel minder deelnemers waren in alle klassen. Want ja, bij de senioren moesten ze de vorige keer gewoon series rijden en nu waren ze met een mannetje of 25, dus dat kan meer. En hoe staan wij dan als team bij Order Paddock? Nou, dat kan ik meteen laten zien. Dit is onze tent met onze kast erin, één reservekart. Ik zit in de training nog te twijfelen welke kart ik zal gebruiken voor de race. Kleine werkplaats. We hebben één gereedschapskist waar alles in zit. Daarnaast een koffertje met hele belangrijke informatie die ik niet met jullie ga delen. Daarachter is het karretje met een speciaal stukje gereedschap om de banden te monteren. En daar zit ook wat gereedschap in, verschillende assen, velgen. Alle reserveonderdelen zitten in de kar. Nou, daarnaast staat de bus en daar staan de andere teams. Het team wat uitkomt in de KZ2 klasse, KZ2 Plus, met Maranello karts. Dus ja, de sfeer was eigenlijk wel goed op de karbaan. Motortje wel aan het draaien, hoort er ook bij. Komt een andere deelnemer terug van zijn trainingssessie, zo te zien een mini-rijder. En dit is die beruchte chicane. En nu kan je zien dat de juniorklasse er doorheen gaat. Ja, het chassis krijgt hier echt te verduren met die klappen. Dus dat is niet al te best voor je kart en ook niet al te best voor je ribben. Nou, en dan de trainingen. Ja, die gingen deze keer weer niet vlekkeloos. Helaas wat technische mankementjes. Ja, het is ook belangrijk dat je je camera goed monteert. Want als je schuin naar links zet, dan zie je ook niet alles van de baan. Dus dat is ook moeilijk analyseren. Nou, hoe ziet zo'n rondje Spa-Francorchamps er nou uit? Nou, ik ga het laten zien in pak een beetje 45 seconden. Dit is het uitrijden van de pits. Start-finish. Loopt een beetje omhoog. Dus je hebt veel power nodig. De eerste bocht valt flauw naar beneden toe. En dan de tweede rechterbocht is iets krapper. Daarna ga je weer omhoog over het heuveltje heen en hier weer naar beneden. Door een hele snelle linkerbocht. Bijvoorbeeld door meteen een linkerkombocht die makkelijk vol gas is. En dan kom je op de hairpin, de hele krappe hairpin, waar je goed kan inhalen. Maar wat de flow van het circuit een beetje opbreekt. Is allemaal omhoog, rechterknik. Weer omhoog, dan ga je weer een heuveltje. Deze bocht is of cammen naar rechts. Moeilijke bocht om goed te krijgen, daarna ga je weer naar beneden. Een heel snel stuk, snelle rechte bocht voor de bewuste chicane. En daar ga je dus over de curves heen, over de hobbels. En dat is ook een beetje Spa-Francorchamps. Ja.
Mijn koper had er dit weekend niet zo heel veel zin in, want ook in de tweede training begon hij in eigen leven te leiden. En viel hij even in slaap in de chicane, dus ik had wegen op bolbeelden. Maar goed, de trainingen waren voorbij. Nu komt het echte werk, tijd voor de kwalificatie en de eerste race. De kwalificatie had ik de vijfde tijd. Niet heel goed, maar ook niet rampzalig, dus nog steeds niks aan de hand voor mij. En je staat weer aan de binnenkant, wat gunstig is voor de eerste bocht. Hoewel het op deze baan iets minder uitmaakt als op Rotterdam de start. De lichten zijn aan en ze gaan hier uit. Nou, ik zit opgesloten aan de binnenkant en hier zie je dat starten aan de buitenkant geen nadeel hoeft te zijn. Want de nummer 463 gaat zo voorbij de voorkant en schuift op naar de derde plaats. En daarvoor de man van Schepers Racing. Met de witte helm is het Maxime Dierks en met de zwarte helm Luc Schepers. Dat kan makkelijk uit elkaar te houden. Ja, die leidt hier de dans en Dierks trekt meteen een gaatje. En dan is het nu gewoon een kwestie van aanhaken. En in het begin had ik wat moeite mee. Wat verandert dan de setup met bandenspanning en dergelijke. Dus ik hoopte ook dat ik in het begin niet te snel zou pieken. Dus dat mijn piek eigenlijk later in de race kwam. Want dat is waar eigenlijk de laatste wedstrijden mee zat. In het begin was ik altijd heel snel, maar na een rondje of vijf kakte ik helemaal in. En voor mijn gevoel kan je beter andersom hebben. Deze wedstrijd niet zo spectaculair als de vorige in de Landzacht. Maar zeker niet minder moeilijk. Want het tempo is meteen erg hoog. En in het begin heb ik toch wel moeite om bij te blijven. En ook op deze baan is het niet makkelijk inhalen. Daarbij heb ik, dat is één punt waar je wel makkelijk in kan halen. Dat is de hairpin. Daar kan je namelijk heel laat remmen. Alleen kost wel veel tijd omdat het een vrij langzame bocht is. Daarnaast kan je nog proberen op de bochten na de hairpin, meestal als iemand daar een fout maakt. De chicane kan je sowieso niet inhalen, dat is gewoon niet geschikt. En omdat er zoveel snelle bochten zijn, zijn de remzones zo kort dat je daar eigenlijk geen kat ernaast kan zetten. Na de eerste ronde blijft het gaatje een beetje zo. Je ziet dat de mannen van Schepers Racing steeds iets verder weglopen. Dus ze zijn duidelijk een klas apart in deze wedstrijd. Hier wat last van overstuur, zie je ook een groot overstuurmoment van mij. En het gat blijft een beetje gelijk met Imke Aerts. Soms krijg je de vraag van mensen van, ja, wat denk je nou als coureur als je in zo'n positie bent? Ja, eerlijk gezegd niet veel. Het is gewoon knallen met dat ding en dan voor. En meer denk je eigenlijk niet aan. Tenminste, zeker niet. Ik zie ook dat ik op de rechtstukken net wat tekort kom ten opzichte van mijn twee voorgangers. En het remmen maak ik weer goed bij de hairpin. Maar ik kom daar net een beetje topsnelheid tekort. Mooi, dit kan verschillende oorzaken hebben. Kan carburatie zijn, kan motor zijn, kan tandwielverhouding zijn. Deze chicane is toch een moeilijke bocht om goed te krijgen. Toch hadden hier het voordeel dat ze een paar jaar geleden ook al een wedstrijd hadden voor het NK op deze baan. Nou, ik had dat niet. Dus er was het hele weekend lag mijn focus alleen daarop om die bocht te perfectioneren. Dat was ook de enige bocht die ik nog niet kende van het circuit. Maar omdat die curves zo hoog zijn, stuit je soms van de ene naar de andere toe en dat brengt je kaart behoorlijk in onbalans. Dus je hoeft maar net een half meter of zelfs minder verkeerd te zitten en je verliest zo een paar tienden in één bocht alleen.
Dan zie je dat ik toch wat dichter naar Imke Arts toe kruip. Heel langzaam. Je ziet er ook iets meer glij met de achterkant. Hier pak ik dan wel van meters bij de chicane. Ook in de slipstream zie je dat ze heel langzaam weglopen, dus het is moeite om bij te blijven. Eerst de bocht rem ik het gaatje weer een beetje dicht. Daarnaast in het snelle deel lopen we op de rechtstuk ietsje uit. En de mannen van het schepenslee zien te zijn los met z'n tweeën. Dus het is nu een groepje van drie bij elkaar, wat ook Imke Arts loopt in op Alexander Tsanibekian met het blauwe overal. Dus we zitten met z'n drieën mooi bij elkaar. Kijk, nu heb ik een hele goede exit uit de chicane. En zit ik vol in de slipstream. Ik zat eigenlijk de hele race te loren om eindrecht een stuk in te halen. Ja, waarom zou je daar inhalen en niet in de hairpin? Nou, de hairpin kost heel veel tijd omdat het een hele langzame bocht is. Eindrecht stuk is wat meer risico. Maar als die daar lukt, verlies je wel minder tijd. En dan zal ik straks laten zien hoeveel tijd een inhaalactie nou daadwerkelijk kost. En waarom het soms zo moeilijk is. Je ziet eruit dat we wat verschillende lijnen rijden, wat verschillend een bocht benaderen. Ook hier bij de chicane loop ik weer goed in. Hier maak ik een klein foutje. Dus deze ronde gaat nog niet gebeuren. Daar is ze nu te ver weg voor. En zo zie je wat een klein foutje in die bocht alleen al kan veroorzaken. Ik ben zo weer een paar meter kwijt. En dan moet je het hele rondje weer opnieuw beginnen om het gat dicht te rijden. Dus loop ik toch weer een beetje in. Wel een sterk deel voor mij in deze baan, na de hairpin, die bochtensectie. Nu komen we weer op die chicane. Hoppa, en meteen is het gat dicht en nu zit ik er kort op. Eindrechtstuk ga ik proberen. Ja, ik zet hem ernaast. Maar is het genoeg? Drijven naar buiten toe? Nee, het is niet genoeg. Helaas, aanval mislukt. En je ziet meteen het gat naar Alexander Tsanibekian. Hoeveel dat gegroeid is door die ene actie. Nou, hier op zijn laatste remmen ernaast. Gat dicht houden en voorbij. Ja, nou loopt hij te balen, want je wilt ook natuurlijk zo snel mogelijk voorbij. Dus ik dacht van ja, nu ga ik het toch in de happy proberen, want de andere optie was er niet. Maar nou, ondertussen is het gat naar Alexander Tsanibekian enorm gegroeid. Dus eerst zaten we met z'n drieën kort op elkaar en door die ene actie is het gat in één keer een paar seconden gegroeid. En dan moet je weer helemaal opnieuw dicht zien te rijden. Nou, zo zie je dus dat met eigenlijk één mislukte inhaalactie en één gelukte inhaalactie met toch wat risico, wat voor gevolgen dat heeft in de rest van je race. Dus mensen vragen wel eens van ja, waarom is het nou zo moeilijk om in te halen? Nou, dit is eigenlijk het voorbeeld ervan. Als het tempo zo gelijkmatig is van de groep waar je in zit, kost het heel veel tijd om een gat dicht te rijden. Als het telkens maar een halve tiende is of een tiende maximaal, kost het heel veel tijd. Als je dan één inhaalactie doet, vooral bij zo'n krappe bocht als op het circuit van Spa-Francorchamps, dan kan je soms een seconde al verliezen. Nou, als je dan maar een tiende sneller bent dan je voorganger, kost het dus 10 rondjes de tijd om het gat weer helemaal dicht te rijden. En nu is de vraag, hebben we nog tijd genoeg om niet alleen het gat dicht te rijden, maar ook om de derde plaats nog te pakken in deze wedstrijd. Want de tijd begint te dringen. De wedstrijd is maar 10 minuten plus 2 ronden. En ik kruip er heel langzaam naartoe. Maar het gaat eigenlijk net te langzaam. Ja, de rest van de race verandert niet zo heel veel, dus ik spoel hem even door tot het einde. En uiteindelijk blijft de klassificatie eigenlijk als volgt. Team Schepers domineert deze wedstrijd. Maxime Deris pakt de overwinning voor Luc Schepers. En naast concreet in het kampioenschap derde wordt Alexander Tsanibekian. Ik kom als vierde over de lijn en Imke afsluit af als vijfde.
Dat is de top 5 van de wedstrijd. Zo, dit was mijn eerste review van de wedstrijd in Spa van Gachard. Hierna ga ik het nog een keer hebben over een wedstrijd in Spa, die op dezelfde dag plaatsvindt, maar deze keer rijden we in de regen. Check dus de volgende video en ik zou zeggen tot de volgende keer. Ciao!